Dit is een heerlijke vegetarische pasta, pasta alla contina. Dus op basis van aubergine en een lekkere tomatensaus. Daarvoor snij je eerst de aubergine in plakken en vervolgens in reepjes of in blokjes. Doe je ze in een kom en dan strooi je zout over om zoveel mogelijk water uit de aubergines te halen. Dan bakken ze mooier. Zie je dat ze vocht loslaten. Dan dep je ze goed droog, zodat je al het overtollige zout ook verwijdert. Dan verhit je 2 eetlepels olijfolie in de pan. En daar bak je dan 2 teentjes knoflook in, die je eerst fijn hebt gehakt. Vervolgens staan daar gelijk de aubergines bij. En die bak je dan gedurende 5 minuten, tot ze een mooie kleur beginnen te krijgen. Dan gaan daar de tomaten uit blik bij. Die heb ik eerst een beetje grof gehakt. Die zie je langzaam in de saus worden opgenomen. Dit is dus de prachtige saus. Dan draai je het vuur uit. Doe je rucola bij, basilicum. Dat voeg je dan bij de al dente gekookte pasta. Dat schep je goed om. Zo smaak met peper en zout. En dat is het. Eet smakelijk.